Jullie, afgelopen vrijdag waren jullie heel dichtbij een stunt op de toekomst tegen Ajax. Een kwartier voor tijd ging het alsnog mis. Dat is een enorme domper, kan ik me zo voorstellen. Ja, het is heel jammer dat je na een goede wedstrijd het niet kan belonen met 1 punt. Maar we hebben het de koploper wel heel lastig gemaakt. En ik denk dat we daarin na vrijdag moeten kijken hoe we dat bij PEC Zwolle hetzelfde gaan doen. Ja, wat voor gevoel loop je dan na afloop van het veld af? Je hebt natuurlijk teleurstelling, maar dan kom je in een rondje bij elkaar. En dan wordt er toch gezegd dat we tevreden moeten zijn met de manier waarop we gespeeld hebben. En ja, tuurlijk bel je, want je wilt het liefst gewoon winnen of een punt pakken. En die vrijdag is nog even zuur, maar als je zaterdag terugkijkt, dan denk je oké, we hebben het gewoon goed gedaan. Ja, want je kunt dan veel meer positieve dingen uithalen, kan ik me zo voorstellen, dan de week daarvoor tegen PSV. Ja, zeker. Ja, het is verschil. Allebei topteams. Tegen PSV hebben het anders aangepakt dan tegen Ajax. En ja, we merkten gewoon dat deze speelwijze heel goed was voor deze wedstrijd. Ja, waarom stond het dan nu beter dan de week ervoor? Ik denk dat we tegen Ajax heel gedisciplineerd zijn gaan spelen als team. We hebben veel verschillende formaties in 1 wedstrijd gedaan. En ik denk dat we tegen PSV vooral heel veel zoekend waren naar wat is nou het beste. En tegen PSV hebben we gewoon vooral hoog druk blijven spelen, omdat we gewoon het liefst zo willen spelen. En tegen Ajax hebben we met een paar speelwijzes aan de gang gegaan. En ik denk dat dat heel goed uitgepakt heeft. Ja, dat past dan beter bij zo'n wedstrijd dan de speelwijze van de week ervoor. Ja, klopt. Ja. En ja, je kreeg ook een enorme kans om op 0-1 te komen. Ja. Ja, het was de eerste balcontact. We dachten ook, als het de 6e of de 7e balcontact was, had ze misschien wel gescoord. Maar het is jammer dat dat niet afgemaakt wordt. Alleen ja, ze doet ook de best, zeg maar. Ze schiet hem niet expres in de handen van de keeper. Nee. Hey, en welk gevoel overheerst dan nu richting de wedstrijd van aanstaande vrijdag? Nou, we zijn gewoon met een goed gevoel gestart maandag. Goede trainingen gehad tot nu toe. Veel besproken al. En we zijn als team het er gewoon over eens dat we, hoe we tegen Ajax gespeeld hebben, tegen PEC ook moeten gaan spelen. En vooral daarin ook weer naar PEC Zwolle kijken. Van misschien moet er wel iets aangepast worden. Maar het goede gevoel van Ajax wel meenemen naar PEC. Ja. En ja, zelf doelpunten gaan maken, dat is ook wel een dingetje nog. Ja, dat is zeker belangrijk. De kansen die we moeten krijgen in de wedstrijd, die moeten we gewoon gaan benutten. En is dat er 1 of is dat er 6 of 7? We moeten gewoon goed met onze kansen omgaan. En daar zijn we al heel veel mee bezig. En ik hoop dat het een keer in een doelpunt uitvalt. Ja. Hoe is het trouwens om te voetballen in deze coronatijd, waarin eigenlijk alles stil ligt en jullie samen met de Eredivisie en Eerste Divisie nog wel mogen voetballen? Nou, ik ben heel blij dat het voor ons wel door kan gaan. We moeten wel iedere week testen. Maar je leeft nu op dit moment in een bubbel. En dat is thuis, school, werk en voetbal. Maar ik ben heel blij dat wij nog door mogen gaan. Dat wij nog iedere dag op het trainingsveld mogen staan. Het is wel heel gek, want van mensen om je heen hoor je natuurlijk wel dat alles stil ligt. En ik ervaar dat minder, omdat mijn leven wel door kan gaan. Maar ik ben heel blij dat wij nog mogen. En hopen dat het ook zo blijft. En weer met publiek na een tijdje, maar dat moeten we nog even afwachten.